Hi, ik ben Robin en welkom bij alweer de vierde video van Robin's Mall Talk. Vandaag gaan we aflevering 6 bespreken en ik weet eigenlijk gewoon niet waar ik moet beginnen. Dorien, de meest verdachte van iedereen, is gewoon afgevallen en in mijn optiek ook wel behoorlijk onverwacht eigenlijk. Dit voelt voor mij dan ook wel een beetje als het eerste seizoen van Wie is de Mol die ik eerder dit jaar heb besproken. In ieder geval is het tijd om de zesde aflevering van de Mol te bespreken. Een korte terugkomst van Selim in de eerste opdracht. Heel mooi om te zien natuurlijk. Daarna kwamen ze even op de biechtstoel terecht door middel van Oezo. En natuurlijk heeft het diner van Jolien een bijzonder nare nasmaak gekregen. In opdracht 1 begonnen ze met een vijfkamp. Waar ook gelijk een opmerkelijk moment van Alina was. Aangezien ze voor de opdracht begonnen was haar enkel had verstuikt. 1, 2, 3. Maar later toch wilde gaan hardlopen omdat de pijn toch blijkbaar weg was. Vervolgens, na de opwarmperiode, hadden ze duidelijk gemaakt wie wat ging doen. Als Peer wil doen. Ja? Ja. Ja. En de rest, ja, jij verspringen, ik lopen. Discus. En ik wortelen. Zeg wel. Maar dit was niet definitief, dus een ideaal moment om te gaan mollen. En het lijkt erop dat Bart dit uitstekend doet door aan te geven dat hij kan uitblinken in hardlopen. En dat is ook wel de sleutelpositie om geld buiten de pot te kunnen houden, door uiteraard te verliezen natuurlijk. Maar Jolien zit ook op een hele goede sleutelpositie, doordat zij de joker heeft en maar de helft van de afstand hoeft te springen. We moeten wel eens nadenken over het hardlopen, vind ik. Ja. Want daar hangt alles vanaf. Ja. Ik was vroeger wel echt heel snel. Ik denk gewoon dat ik in lopen het best kan uitblinken. Ja, dit houdt dan ook in dat Christian moet gaan speerwerpen. Waarom zou je ook hem op die plek neerzetten? Met alle respect, hij zou nooit zo ver kunnen gooien. En Alina moet gaan discus werpen met haar beperkte ervaring, wat op zich geen verkeerde plek is. Maar ja, dat is natuurlijk niet voldoende als je tegen een voormalig atleet moet gaan gooien. Helaas, door deze wijzigingen is Bart in een nadeel en mist hij 10 van de 20 meter sowieso die hij had kunnen krijgen. En daar is ook het laatste moment van fame voor Selim. Hij moet tegen Bart gaan hardlopen. Niet geheel onverwacht, uiteraard heeft hij gewonnen. Maar Bart's geval was ook wel een soort van verbazend. Hier zou je kunnen zeggen dat dit een goede hint naar de mol is. Maar probeer zelf maar eens te rennen op gras en dan gelijk door te gaan naar grind. De alle stabiliteit die je dan op dat moment hebt, ben je gewoon met één stap kwijt. In ieder geval wel een mooi zakcentje voor Selim, zodat hij zijn huis kan gaan verbouwen en 0 euro in de pot erbij. Dan gaan we door naar opdracht 2. Opdracht 2 was bij een lokaal tentje waar ze 2500 euro konden verdienen als Bart de ik heb nog nooit stellingen voorlegde van dingen die de overige kandidaten nog niet eerder hadden gedaan. Hadden ze wel iets gedaan, dan moesten ze een shotje Oezo nemen en kwam er geen geld bij. Dit was ook op zich wel een lastige opdracht om te kijken waar er werd gemold. Want ja, die vragen die weten wij uiteraard ook niet en we weten niet wat waar is en wat niet waar is dan. Deze opdracht had als sleutelpositie in de auto kunnen zijn met Bart of juist aan tafel. Het doel van de mol is natuurlijk zo min mogelijk geld in de pot brengen, want dat zou betekenen dat Jolien of Christian hier verdacht zouden zijn. In ieder geval, de volgende dingen zijn bij mij opgevallen. Gedurende door de hele opdracht heen viel het handelen van Jolien mij vooral op. Van ga ik wel of ga ik niet drinken? En ook wel haar afwachtende reacties. De rest leek ook niet heel erg blij te zijn met het vele moeten drinken natuurlijk. Ik wil heel graag een digestief drinken. En nadat ze 2 Oezo op had, is ze gestopt. Terwijl ze zo'n zin had in een aperitief, kan ze dan toch niet zo goed tegen alcohol? Of had ze al voordat ze ging al veel op? Kijk, ik nu achterover, ik heb 2. En jij kunt voor 400 euro gaan strijden. Maar dan heb je die 400 wel binnen. Ja, laat me dat doen, hè. Oké, ja. Ze leek in ieder geval behoorlijk nuchter ten opzichte van de andere kandidaten, die toch echt zichtbaar meer moeite hadden met het over een bredere balk lopen. En een opmerkelijk moment van Bart. Het kan zijn dat ik dit heb gemist in de eerdere afleveringen. Maar zijn reactie toen Alina moest drinken was toch wel erg vreemd. Ik heb nog nooit in een politiecel gezeten.
Maar die, hebben die dat nu gezeten, oei, of wat? Alina? Och, arme. Oh, dat was een kutvraag misschien. Ja. Heb ik niet aan gedacht. Het zou een goede hint richting Bart kunnen zijn, aangezien hij al voorkennis heeft van de vragen en waarschijnlijk ook wel van de kandidaten. In ieder geval, ondanks de rijkelijk vloeiende OESO, hebben ze toch €1350 in de pot gebracht. En dan is het alweer tijd voor de laatste opdracht, opdracht 3, waar ze toch wel mooie dingen konden winnen als ze in de laatste kamer aankwamen. En elke kamer had ook wel zijn opvallende dingen die naar de mol zou kunnen hinten. Te beginnen met het stilleven in de eerste kamer. Hier keek Aline uiteraard al nog voordat de opdracht begonnen was, maar Jolien was hier ook wel heel erg snel klaar en ook gewoon gelijk de eerste keer geslaagd. Jolien denkt als eerste klaar te zijn. Er mag geen fout in haar tekening zitten, anders moet ze helemaal opnieuw beginnen. Jolien, geslaagd. Dit was wel opvallend, maar wat ik meer verdacht vond was Bart. Hij had de druiven over het hoofd gezien, waardoor hij in de eerste kamer moest achterblijven. Misschien een goede actie, zodat hij zichzelf kon tonen als mol in de vijfde kamer. Dan in kamer 2 moeten ze ballonnen laten knallen. Ook hier was Jolien weer als eerste klaar, weliswaar met één keer kijken, waar de andere kandidaten meerdere keren nodig hadden. En wat ook opvallend was, was natuurlijk Christian met het feit dat hij 3 keer moest kijken voordat hij de ballon kapot had. Dan in kamer 3 had iedereen kunnen winnen of verliezen, dus deze kamer laat ik gewoon even voorbij gaan. En dan kamer 4 waar Jolien en Alina een blok ijs moeten slopen. Het is slim van Jolien om natuurlijk eerst de strooizout te pakken, want die is het goedkoopste, om vervolgens de hamer te pakken. Strooizout doet namelijk net zoveel als de antivries van Alina. Jolien en Alina grijpen meteen naar de hulpmiddelen. Jolien geeft €50 uit aan het strooizout, Alina 250 aan het antivriesmiddel. Voor beide is dit uiteraard een slimme actie, want zo maken ze zichzelf verdacht en kunnen ze in mijn opinie beide een mol zijn. En dan de laatste kamer waar uiteindelijk alleen Jolien mag kijken, wordt het volgende door de voice-over gezegd. Jolien komt oog in oog te staan met een bekende verschijning. De mol. Of ze is zelf de mol. En dan heb ik haar plaats ingenomen. Dit doet mij gelijk denken aan de laatste opdracht van Wie is de Mol seizoen 20 eerder dit jaar. Op een of andere manier gaat er bij mij dan ook een klein alarmbelletje rinkelen. Van Jolien is de mol. Maar ik weet ook wat ik toen heb gedaan. Dus ik blijf er voorzichtig mee met naar mijn gevoel te luisteren. En helemaal naar het volgende stukje. Shit. Verdomme, vuile mol. Ah. De ene kant lijkt ze oprecht boos, maar aan de andere kant toont ze ook weinig emotie en is het behoorlijk overdreven hoe ze reageert. Maar dat hoeft in dit verhaal niet heel veel te zeggen. Maar goed, dat was het voor nu voor de opdrachten. En dan gaan we door naar de executie en afsluiting van deze video. De executie was deze keer snel gedaan en Dorien moest helaas het spel verlaten. Niet direct veel bijzonders, behalve dat Jolien wel erg enthousiast was om haar uitslag als eerste te kunnen zien. Waar ik de vorige keer natuurlijk Dorien, Bart en Christian verdacht, zijn daar nu toch aanzienlijke wijzigingen in gekomen. Of dat verstandig is, dat zal het de komende afleveringen uitwijzen. In ieder geval, omdat Dorien is afgevallen, komt Jolien daarvoor in de plaats. Alina op de tweede plaats en als hekkensluiter Bart. Ik heb namelijk ook wel al wat langer het vermoeden dat Jolien of Alina de mol is, want ze verdenken elkaar het grootste deel van de afleveringen. Het zal mij dan ook wel een beetje verbazen als Bart of Christian de mol blijkt te zijn. We gaan het in ieder geval meemaken. Voor nu zeg ik dan ook bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe de mol of een andere video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu later.